Het journaal Laat met Hanne de Kouteren. Een heel goede avond, welkom. Er komt veel kritiek op de nieuwe teststrategie die ons land heeft aangekondigd. Vanaf morgen wordt wie in nauw contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, maar geen symptomen heeft, niet langer getest. Ook wie uit een rode zone terugkeert zonder symptomen moet zich niet meer laten testen. De verplichte quarantaine wordt wel verlengd van 7 naar 10 dagen. De veranderde strategie roept vragen op, omdat van in het begin het testen van zoveel mogelijk risicogevallen gezien werd als een van de manieren om de corona-epidemie te bestrijden. Het is een noodzakelijke verandering omdat de capaciteit van de labo's overstegen wordt. Maar het is geen slimme verandering omdat het inderdaad een essentieel stuk was van de test- en trekstrategie om de epidemie onder controle te houden. Maar volgens minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke is de aangepaste teststrategie nodig om de druk bij laboratoria en huisartsen te verlichten. Intussen zou er wel gewerkt worden aan een grotere testcapaciteit. Als we nu de prioriteiten niet gedurende enkele weken scherp stellen, ja, dan kapseist het bij de huisartsen, dan kapseist het in de labo's. Daar is niemand mee geholpen. Hè? Dus, want het resultaat van die testen moet natuurlijk snel genoeg bij de mensen zijn. Dus het moet werken, het moet draaien, het moet snel genoeg gaan. Dat is de eerste prioriteit. En als je dan tijdelijk even de prioriteit moet scherpstellen, terwijl je de testcapaciteit verder fors uitbreidt, dan denk ik dat dat eigenlijk de meest voorzichtige beslissing is die je kan nemen. Nou, tegen december zouden er 120.000 tests per dag moeten kunnen gebeuren. En dat is een flink stuk meer dan nu. De afgelopen week werden er gemiddeld 55.000 testen per dag gedaan. Met vorige woensdag een piek van meer dan 72.000. 1 op de 7 testen, zo'n 15%, is positief. Sinds de corona-uitbraak in de lente staat de teller van het aantal testen in ons land nu op meer dan 4 miljoen. Ja, nu de testcapaciteit in ons land op dit moment aan haar limiet zit, wordt er meer en meer aan alternatieve tests gedacht. Sneltests bijvoorbeeld, die al na een kwartier zouden kunnen aantonen of iemand wel of niet besmet is met het coronavirus. Volgens microbioloog Herman Goossens kan zo'n sneltest nuttig zijn om het normale leven weer te hervatten. Dat zei hij zojuist bij onze collega's van vandaag. Je zou mensen met die sneltest kunnen laten testen. En als ze inderdaad negatief zijn, die dag zijn ze eigenlijk niet besmettelijk. Dus dat is een heel andere manier van denken van hoe we die testen moeten gaan gebruiken. Bijvoorbeeld, het klinkt misschien heel gek, hè, maar dat zijn ook dingen waar ik over nadenk. Horeca ligt nu stil gedurende 1 maand. Je zou kunnen zeggen wel, bijvoorbeeld, we bouwen een aantal testdorpen waar mensen kunnen langs gaan. En ik bedoel, nogmaals, het klinkt misschien heel raar, hè, maar dat is een perfect scenario dat je zou kunnen uitrollen. Dus bijvoorbeeld, we bouwen een aantal testdorpen en je wilt gaan eten, hè, of je wilt naar een opera gaan of naar het theater gaan. Je zou langs dat testdorp kunnen gaan, daar een sneltest kunnen laten uitvoeren. Binnen een kwartier weet je of je al of niet besmettelijk bent of je eventueel een superverspreider bent. Je zou dan een certificaat kunnen krijgen of eventueel een QR-code, hè, op je app of zo, waarbij je dan die dag eigenlijk vrij bent tussen aanstekens van het COVID-19. En dan kan je die dag gaan eten bijvoorbeeld of kan je naar een restaurant gaan. Na de herfstvakantie zullen de coronamaatregelen op school verstrengen. Dat is vannacht afgesproken op een overleg tussen Vlaams minister Weitz, de scholenkoepels en de vakbonden. In het secundair onderwijs wordt een mondmasker wel de hele dag verplicht, ook op de speelplaats. Alle leerlingen zullen wel voltijds naar school kunnen blijven gaan, tenzij een school zelf beslist om in de 2e en 3e graad over te schakelen op online lessen. Ja, en alle maatregelen, groot en klein, die zijn er om de coronacijfers opnieuw te doen dalen. Voorlopig stijgen die nog altijd erg fel. Afgelopen week hebben elke dag gemiddeld 8.422 Belgen een positieve coronatest afgelegd. En dat is 69% meer dan de week ervoor. Er werden per dag gemiddeld 267 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een verdubbeling tegenover de week ervoor. En in totaal liggen nu 2.774 mensen in de Belgische ziekenhuizen met COVID-19. 446 van hen hebben intensieve verzorging nodig.
Het aantal overlijdens als gevolg van coronabesmetting is gestegen tot gemiddeld 32 per dag. De slechte coronacijfers hebben gevolgen. In Antwerpen gaat de wintereditie van de Singse Voor op Spoor Oost, een grote kermis is dat, dit jaar niet door. Eerder was de gewone zomereditie ook al afgelast. De kermis was dan verplaatst naar de winter. Maar voor kermissen gelden intussen nieuwe strenge maatregelen. En daardoor zou de Singse Voor niet meer rendabel zijn. Goed nieuws dan voor wie benzine tankt, want de prijs ervan zakt morgen naar het laagste niveau in 4 maanden. Voor een liter benzine 95 of E10 betaal je dan nog maximaal €1,35 en dat is een daling met 2,3 cent per liter. Benzine 98 of E5 kost nog maximaal €1,40 per liter en daalt dus 1 cent per liter. En afhankelijk van waar je woont en welk elektriciteitsnet je gebruikt, betaal je een hoger of lager tarief. Dat blijkt uit onderzoek van Testaankoop. En de verschillen kunnen serieus oplopen. Tot meer dan €200 per jaar, zelfs tussen buurgemeenten. Testaankoop wil dat de nettarieven overal gelijk zijn. En dan naar Frankrijk. In de buurt van Parijs is een stille mars gehouden als eerbetoon aan Samuel Paty. Dat is de leerkracht die vorige week vermoord werd door een extremistische moslim. Paty had cartoons van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over vrije meningsuiting. De stille mars in Conflans-Sainte-Honorine in de buurt van Parijs begint met applaus voor de vermoorde leraar. Duizenden mensen stappen vanavond mee op in de mars die vertrok aan de middelbare school waar Samuel Paty les gaf. Eerder op de dag hadden ook onderwijzend personeel en studenten de vermoorde leraar al herdacht. On sait qu'on était dans un pays libre, dans une société libre, mais non, c'est y a pas de mots quoi, c'est à vomir, vraiment à vomir. C'est le rôle des enseignants de partager ça parce que c'est une vision des faits quoi. Et forcément que oui, il faut partager ces caricatures, il faut les montrer aux élèves qui sachent que ça existe et qu'on peut qu'on a le droit de blasphémer en France. President Macron bracht vanavond een bezoek aan de prefectuur in Bobigny, in de buurt van Parijs. Hij kondigde aan dat Frankrijk de komende dagen een aantal radicaal-islamistische organisaties gaat ontbinden. En ook onze reporter Steven de Kranen was aanwezig op de Witte Mars. En hij zag daar hoe duizenden mensen de vermoorde leerkracht niet willen vergeten. Applaus voor de overleden leerkracht Samuel Paty hier in Conflans-Sainte-Honorine. Op Place de la Liberté, het Vrijheidsplein. Symbolischer kan het niet. Want enkele duizend mensen zijn hier samengekomen om hem eer te betuigen. Iets wat morgen ook zal gebeuren in hartje Parijs aan de Sorbonne. Die bekende en historische universiteit waar ook president Emmanuel Macron nog een laatste eer zal betuigen aan de leerkracht die hier enkele honderden meters verderop gruwelijk vermoord werd. Hij krijgt dan ook het Légion d'honneur, de grootste onderscheiding hier in Frankrijk. Ierland gaat als eerste land in Europa weer in lockdown om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. De scholen blijven wel open. De Ierse regering vraagt dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en ook van thuis uit werkt. De Ieren mogen niet verder dan 5 kilometer van hun huis komen. De lockdown zal voorlopig 6 weken duren tot 1 december. Even as the winter comes in, there is hope and there is light. If we pull together over the next 6 weeks, we will have the opportunity to celebrate Christmas in a meaningful way. Every Christmas is important, but this year it is particularly so. En ook in de regio rond de Engelse stad Manchester is de hoogste alarmfase afgekondigd. Dat betekent dat contact tussen verschillende gezinnen vanaf vrijdag verboden wordt. Ook de cafés moeten er dicht. En in Thailand zijn voor het eerst in 7 maanden dan weer toeristen aangekomen. Het gaat om 39 Chinese toeristen die met een speciaal visum 90 dagen in het land mogen blijven. Ze moeten wel eerst 2 weken in quarantaine. In 2019 bezochten nog bijna 40 miljoen toeristen Thailand. En dan Europees voetbal. Club Brugge is geweldig gestart in de Champions League. De club ging met 1-2 winnen op het veld van de Russische kampioen Zenit Sint-Petersburg.
Het winnende doelpunt kwam van Charles de Ketelare en viel laat in de toegevoegde tijd. Ethan Horvath, de vervanger van Simon Mignolet, is werkloos in de eerste helft. Zijn collega aan de overkant moet een kopbal van Hans van Aken over het doel tikken. Met een 0-0 tussenstand is Philippe Clement zeer tevreden. De duizenden opeengepakte Zenit-fans zien na een goed kwartier in de tweede helft dat Dennis zich doorzet aan de achterlijn. De Ketelare kan tot twee keer toe niet scoren, maar Dennis is alert en schiet de 0-1 binnen. De bal is niet helemaal over de achterlijn en Emmanuel Dennis zelf kan ook nog afwerken. Nadien voorkomt Horvat een Russische gelijkmaker. Maar tegen dit fantastische schot van Lovren heeft de Amerikaanse doelman geen kans. Via de paal en zijn rug wordt het 1-1. De Russen drukken door, maar in de toegevoegde tijd paast Van Aken subtiel tot bij Vormer. En die vindt de alleenstaande Charles de Ketelare alleen voor doel. 1-2 is de eindstand, een onverhoopte droomstart voor Club Brugge in de Champions League. So for me this comes in the first position. Until now, even better than the two titles until now, because I know what quality was on the other side. I know what happened this week with all these COVID cases. It can go in the mind of the players. This is a victory of all the group together. En dan wielrennen. De Sloveen Primoz Roglic heeft de eerste rit in de ronde van Spanje gewonnen. Op de zware slotklim van eerste categorie is het Sepp Kuss die de groep der favorieten er elkaar doet spatten. Dumoulin is een van de vele grote namen die moeten lossen. In de slotkilometer valt Roglic aan en dat volstaat voor de zege. En is meteen ook de eerste leider in het algemene klassement. En ook in de Giro was een Sloveen de snelste. Jan Tratnik mag de 16e rit van de Ronde van Italië op zijn naam schrijven. Op de steile slotkilometer schudt hij zijn medevluchter O'Connor af. Voor Tratnik, 30 intussen, is het zijn eerste zege in een grote ronde. In de groep der favorieten pakt Rozentrui Almeida nog 2 seconden extra voorsprong op zijn eerste achtervolger in de stand. En dat is de Nederlander Wilco Kelderman. سما انت احلى شيء صار بحياتنا بس شو هالحياه اللي انا جبتك عليها انت ما اخترتي هذا الشيء رح تسامحيني Ja, For Sama. Het is de titel van de docufilm van Waad El Kateb die ze opdraagt aan haar dochter Sama. Het meisje werd midden in het Syrische oorlogsgeweld geboren. Vanavond was de film te zien op Filmfest Gent. Jarenlang filmde Sama's moeder het oorlogsgeweld in het zwaar belegerde Aleppo. Zelden zie je zo indringend wat oorlog echt betekent. Ik moet u dan ook waarschuwen voor enkele harde beelden. بحلب مدينتي ما توقعنا ابدا انه العالم رح يخلي هالشي يصير In al dat oorlogsgeweld blijft Waad filmen. جيت بس ننزل بسرعه هذا الشيء اللي عم بيخلي معنى لوجودي عم بيصبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها Waad El Kateb leeft in Aleppo. Ze werkt er, wordt verliefd en trouwt met Hamza, een arts. En ze raakt zwanger. Hamza, een hamer. Haar persoonlijke leven vertelt alles over het leven in Aleppo. For me, having the camera and being able to talk to people, to live with them, that was also something I was feeling like the importance of that. You are here, you're doing something very good and you have to keep going. En dan komt Sama op de wereld. Zij groeit op in een stad waar leven en dood dicht bij elkaar liggen. In so many places I wanted to turn the camera off and run out or like I was literally collapsing behind the camera. But that's the only thing I can do for them. Voor Sama is hard en confronterend. Maar ook warm en liefdevol. Vanaf volgende week speelt For Sama in de Belgische zalen.
En dan heb ik nog het weer. Morgen eerst nog veel regen. Tegen de middag wordt het wel droog en er komen zelfs brede opklaringen. Het waait wel nog en dat alles bij zeer mooie temperaturen tot 21 graden. En daarmee zijn we rond. Bedankt voor het kijken. Ik wens je nog een mooie avond. Tot ziens. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.